Op 30 november nodigt de gemeente Bergendal de inwoners uit om hun stem te laten horen tijdens een interactieve sessie op het Marktplein in Groesbeek voor het hebben van een dialoog over het behoud van wederopbouwgebouwen. Het Gelders Genootschap brengt een omgebouwde SR4-wagen met een escape room en nostalgische spulletjes uit de wederopbouwperiode mee om het gesprek te stimuleren. De wagen staat van 1 tot 4 uur op het Marktplein in Groesbeek. De nieuwe matrixborden voor busstation bij station Nijmegen laten nog iets langer op zich wachten. Eerder liet de gemeente op verzoek van RN7 weten dat er voor het einde van het jaar nieuwe borden zouden staan, maar dit wordt dus niet gehaald. De oude stalen constructie met daaraan de informatieborden werd 1,5 jaar geleden stuk gereden door een vrachtwagen. Sindsdien moet het station het zonder de borden doen. Het duurt nu iets langer omdat de gemeente nog onderzoek heeft laten doen om te bepalen of de herbouw voldoet aan de huidige voorschriften, meldt een woordvoerder. Vanavond is op RN7 het Gelders verkiezingsdebat te zien. Vanaf 19:30 zie je live hoe provinciale kandidaten tegen elkaar opnemen op het gebied van Gelderse getinte thema's. Daarbij wordt er in begrijpelijke taal gesproken. In aanloop naar dit debat zijn deze namelijk doorgenomen met een groep ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking om de stellingen in begrijpelijke taal te formuleren. Vanavond vanaf 19:30 dus, live op RN7.